Hoi, ik ben Rutger en vandaag ga ik bij Scheltema aan de bak uit mijn nieuwe boek De Bakatlas. Vandaag neem ik je mee naar Zuid-Europa en wel naar Italië om precies te zijn. En we gaan aan de slag met een tulband. Ik ga namelijk een heerlijke Italiaanse tulband bakken. Ik ga proberen op mijn beste Italiaans een ciambella all'arancia. Een heerlijke, luchtige, frisse olijfolie tulband met heel veel sinaasappel. Echt heel erg lekker. De oven staat aan en ik begin met het inzetten van de tulbandvorm. Ik doe dat heel nauwkeurig, want er is niks zo vervelend als een tulband die niet uit de vorm komt. Ik heb hier wat zachte boter. Daarmee strijk ik goed alle randjes en hoekjes van de tulbandvorm in. Dan heb ik hier nog wat bloem. Die zeef ik eroverheen. En dan klop ik op het laatste overtollige bloem eruit. Dan gaan we het beslag maken. Voor het beslag heb ik 3 eieren. Die gaan in de kom. Er gaat een klein beetje zout bij. Er gaat suiker erbij. En dan gaat er al wat flink wat sinaasappelras bij. Dat geeft echt een super lekkere smaak zo. Let bij het rasten van de sinaasappel heel goed op dat je alleen het oranje van de schil neemt. Hier waar het lichter wordt, dat witte, dat is bitter. Dit mag allemaal goed luchtig geklopt worden, zo'n 3-4 minuten. Je ziet dat het mengsel heel luchtig is. Ik heb hier de olijfolie, die giet ik erbij. En dan vervolgens mag ook de sinaasappelsap erbij. Dit is allemaal goed gemengd. Tijd voor de laatste stap. Ik heb hier nog de bloem en het bakpoeder. Die stapel ik er doorheen. Pakken we de vorm erbij en dan mag het beslag in de ingevette bakvorm. Alle restjes meenemen. En dan mag hij er hoofd in. Dit is hem geworden, de Italiaanse tulband ciambella all'arancina met olijfolie en sinaasappel. Echt super lekker. Wil je hem bakken? Scoor dan de Bakatlas met dit recept en nog 149 andere. En wij gaan nu genieten van een stukje tulband. Ciao!